De Raad van Commissarissen van Staatsolie heeft op 27 augustus 2024 met president Santokki gesproken over de herstructurering van Staatsolie. De herstructurering omvat de uitbreiding van het aantal statutaire directeuren en een herziening van het besturingsmodel om de toenemende complexiteit van het bedrijf te beheren. De president steunt deze veranderingen en benadrukt het belang van eenheid en deskundigheid binnen het directieteam, evenals de verdere ontwikkeling van gaswinning voor sectoren zoals bauxietwinning. De Commissie Monumentenzorg en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname hebben monumenten in Kommewijnen bezocht en hebben vastgesteld dat particuliere monumenten beter worden onderhouden dan overheidsmonumenten. Ze willen publiek-private samenwerkingen bevorderen om vervallen overheidsmonumenten te restaureren en de historische waarde van Kommewijnen te behouden en te promoten voor toerisme. Het Suriname Hospitality and Tourism Training Center in samenwerking met Rosebel Gold Mines NV heeft een verkorte training tot keukenassistent aangeboden aan 9 jongeren uit het dorp Pikinsamaka in Sipaliwini. De training werd succesvol afgerond en gecertificeerd op 23 augustus. Rosebel Gold Mines streeft naar het ontwikkelen van lokale gemeenschappen en biedt met deze training kansen voor toekomstige werkgelegenheid binnen het bedrijf. De training werd als zeer leerzaam en relevant voor de arbeidsmarkt ervaren.